Goedemiddag allemaal, welkom bij dit webinar van het PBL. Mijn naam is Mark Hanau, ik ben hoofd ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit bij het Planbureau. En vandaag gaan we het hebben over een jaar na de grote opgave in beperkte ruimte. Een seminar over knelpunten en kansen voor de toekomstige ruimte van Nederland. Welkom allemaal, mensen druppelen nog steeds binnen. We hebben veel aanmeldingen. Dus ik ga ervan uit dat er voorlopig nog wel even wat mensen binnenkomen druppelen. We hebben een vol programma waar we jullie in 1,5 uur gaan meenemen langs de stand van zaken over actuele discussiepunten in het ruimtelijk debat, de samenhang in de regio en tot slot staan we stil bij waar we naartoe gaan in de ruimte. En alle drie de onderdelen beloven toch flink wat te geven over wat er gebeurt in Nederland. We hebben daartoe drie gasten. Jeannette van Antwerpen van de RLI. Yvonne van der Laan van BZK, van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En tot slot spreken met Carolien Gerels, een van de initiatiefnemers van het Keukentafelberaad. De middag wordt afgesloten door David Hamers en Rienk Kuiper van het PBL, die een kijkje gaan geven in de toekomstige ruimtelijke samenhang van Nederland. En tussendoor zullen jullie Hans Momma's horen, die een aantal bespiegelingen zal geven op hoe het nu staat in de ruimte en wat onze gasten gaan inbrengen. Nog even een paar huishoudelijke mededelingen. We stoppen echt stipt om 5 uur. Dus jullie hoeven niets te missen van wat na 5 uur nog langskomt, want er komt niks meer langs na 5 uur. Als je een vraag hebt aan een van de sprekers, stel die in de chat. De meest interessante vraag wordt opgehaald uit de chat en aan mij doorgegeven en zal ik stellen aan de sprekers. Het seminar wordt opgenomen. Nou, dat is eigenlijk de huishoudelijke mededelingen. En dan zou ik nu het woord willen geven aan Hans Momma's, onze directeur. Dankjewel, Mark. Ik wil ook graag iedereen welkom heten bij dit webinar. Ik heb een korte presentatie om te starten. En ik wilde Laura even vragen om mijn presentatie te delen. Ik hoop dat dat lukt. Ja, daar komt die. Prima, ruimtelijke verkenningen 2022, want dat is het traject in de context waarvan we dit webinar ook organiseren. Nederland later, beoogd om eind van dit jaar, begin volgend jaar, wat perspectieven te schetsen op de toekomst, mogelijke toekomst van Nederland. Van opgave naar aanpak, want dat is het draai waar we nu in zitten. Doe de volgende sheet maar, Laura. En als je hem eventjes uit de presentatiemodus of uit de presentermodus haalt. Er wordt aan gewerkt, Hans. Helemaal goed. Je bent af en toe zenuwachtig in zo'n zaaltje of de PowerPoint het wel doet, maar dit is technischer toch veel ingewikkelder. Ja. Nee, dit zijn de technische perikelen in het begin. Hoe dan ook, grote opgaves in een beperkte ruimte. Dat was de publicatie waar we eigenlijk voorafgaand aan de verkiezingen en de coalitiebesprekingen die we daar voorafgaand aan hebben gepubliceerd, een jaar geleden ongeveer. Daarin hebben we een aantal urgente ruimtelijke opgaven met elkaar geagendeerd. Onder andere tegen de achtergrond van de Nationale Omgevingsvisie, maar ook tegen de achtergrond van onze eigen agenda als PBL. De vier grote opgaven zijn bekend, denk ik. We moeten ruimte hebben voor klimaatverandering en de energietransitie. We vragen om een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. We willen een duurzame economisch groeipotentieel. En we streven naar sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio's. Dat waren de vier grote opgaves. We delen die opgaves als Planbureau voor de Leefomgeving met de NOVI.
En vandaag blikken we terug op de urgentie van de problematiek uit grote opgaven en bespreken we waar Nederland op die punten nu staat. Want er is inmiddels een nieuw kabinet met grote ambities en stevige gereserveerde budgetten, maar die roepen ook vragen op, die ambities en de budgetten. Bijvoorbeeld over de samenhang tussen die ambities. Samenhang in ruimtelijke zin, maar ook samenhang in bestuurlijke zin, richting de uitvoering. In de NOVI worden die grote opgaven benoemd en er worden enkele afwegingsprincipes gegeven. Denk aan meervoudig ruimtegebruik, kenmerken en identiteiten van gebieden staan centraal en we willen afwenteling voorkomen. En dat zijn algemene afwegingsprincipes voor ruimtelijke keuzes, samen met de contouren van een vervolgproces. Ook dat wordt in de NOVI geschetst, hè, zoals voor sectorale en gebiedsgerichte uitwerkingen. En de NOVI laat daarnaast veel inhoudelijke keuzes open. En daarmee is het brede gevoel dat het nog onvoldoende regie biedt op de uitvoering van het voorstaande beleid. Dus het nieuwe kabinet staat nu voor de taak om samen met de decentrale overheden en hun maatschappelijke partners een aantal verdergaande ruimtelijke keuzes te maken. En om de NOVI niet alleen aan te scherpen, maar er ook concrete uitvoeringsmaatregelen aan te koppelen. Doe de volgende sheet maar, Laura. En je mag het nog een keer klikken, zodat ik alle tweede plaatjes in beeld heb. Precies zo, dankjewel. We hebben in Nederland te maken met meervoudige opgaves. Op de kaart links zie je maar een kleine selectie daarvan, met name in relatie tot bodem en water. Stikstofdepositie, bodemdaling, CO2-emissies uit de bodem, verdroging, verzilting. En die meervoudigheid laat ook zien dat we aanlopen tegen de grenzen van het fysieke systeem van water, bodem en ecologie in Nederland. Dat die grenzen soms zelfs al ver worden overschreden. En inmiddels remt het niet behalen van de internationale afspraken ook de economische dynamiek. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofcrisis, waardoor de woningbouw en investeringen in bedrijfsgebouwen en infrastructuur, zelfs wanneer het gaat over de verduurzaming daarvan, worden belemmerd. De oplossing vraagt dus om een systeemaanpassing. En rechts zie je een voorbeeld van hoe je die systeemaanpassing zou kunnen aanpakken. Slechts één voorbeeld gebaseerd op één bouwsteen van de meervoudige opgave die we voor handen hebben. De opgaven hebben belangrijke doorsnijdende bodem- en watercomponenten. Dat is hier even in beeld gebracht. Als voorbeeld van hoe bodem- en watersystemen meesturend zouden kunnen worden gemaakt voor de ruimtelijke inrichting. Je ziet hier in het beeld waterlopen met de begrenzing van de afwateringsgebieden. Dat zijn logische planeenheden, zou je kunnen zeggen. En daarnaast zie je de veenweidegebieden en de droogmakerijen die extra aandacht vragen. Beperken van het vrijkomen van CO2 door te diepe drooglegging van de veenweiden. En goed kijken naar de toekomstbestendigheid van ruimtelijke ontwikkeling in de diepe droogmakerijen. Dat is maar een voorbeeld van ruimtelijke en in combinatie daarmee ook bestuurlijke bouwstenen die je kunt gaan hanteren voor het aanpakken van de complexiteit waar we voor staan. De volgende sheet graag. En klik nog maar een keer, Laura. Dan hebben we ook weer alle tweede beelden in beeld. Prima, dankjewel. De afgelopen decennia, dat linkerbeeld, lag het accent al sterk op de economische benutting van de ruimtelijke omgeving, van de leefomgeving. Dat was niet alleen wat minder toekomstvast, maar ook de belevingswaarde van het landschap voor burgers stond onder druk. Denk aan de discussies over de logistiek en de datacentra. Denk ook aan de discussies over de windturbines. Daarmee raakt niet alleen de draagkracht van bodem en water onder druk, maar ook het draagvlak voor ruimtelijke ontwikkeling in de samenleving. En hier ligt ook een les voor het overheidsoptreden. Leren van de mogelijke gevolgen van systeemfalen. De grote opgaven vergen een breed draagvlak. De Omgevingswet kent ook een belangrijke rol toe aan participatie. Dat vraagt kabinetsbrede aandacht om te voorkomen dat de goede inzet van overheden op het ene terrein gefrustreerd raakt door een haakse benadering van overheden op het andere terrein. Identificeer mogelijke beleidstekorten en pak die op om er iets mee te doen. We moeten dus naar een nieuwe balans tussen gebruik, toekomst en beleving. En de betrokkenheid van burgers en het vertrouwen in het overheidsbeleid vereisen in verschillende domeinen van het leefomgevingsbeleid lange termijn doelen, heldere kaders en een goed begrip van de leefwereld van burgers. De effecten van beleidsmaatregelen komen immers in die dagelijkse leefomgeving samen. En tegelijkertijd wil je voorkomen dat aspecten als integraliteit en draagvlak
of gaat functioneren als vlochtheuvel of excuus om weinig aan de ruimtelijke kwaliteit te gaan doen. Draagvlak moet het resultaat zijn van de goede samenwerking. Geen doel op zichzelf, aldus verwoordde Mario Jacobs, wethouder van de gemeente Tilburg, het vorig jaar in een talkshow op een Novi-conferentie. Gebruikswaarde, beledigingswaarde, toekomstwaarde en de lage benadering. Dus als bouwstenen om te komen tot een meer systemische aanpak van de complexe ruimtelijke vraagstukken. De laatste sheet graag. En doe nog juist prima. Helemaal goed, dankjewel. De huidige situatie. Een jaar verder. We hebben een nieuw kabinet. En nu zien we tekenen van sectorale haast. Iedereen wil snel zijn eigen agenda klaarmaken om daarmee ambities en budget met elkaar in verband te brengen. Prima dat gevoel voor urgentie. Maar om een ruimtelijke puzzel te kunnen leggen zijn er echt alle stukjes nodig. Hier hebben we het voorbeeld in beeld gebracht van de woningbouwopgave. Er is niet alleen een groot woningtekort, wat we willen beantwoorden met het doel om 1 miljoen woningen op korte en middellange termijn te gaan ontwikkelen. Maar die woningbouw die zal op de een of andere manier samenhang moeten vertonen met andere opgaves. Zoals op het gebied van de hernieuwbare energie, de klimaatadaptatie, groen en blauw, de natuurontwikkeling en de recreatie. Dus er is snelle woningbouw nodig, maar als onderdeel van een zorgvuldige, integrale verstedelijkingsopgave. En dat verbeeldt als het ware het rechtse plaatje. Dus niet voor jezelf vastzetten in de dichotomie bouwen binnen of buiten de stad, maar ga veel meer denken in dynamische stedelijke milieus, die als het ware elk een soort van ruimtelijke karakteristiek vertegenwoordigen. Ruimtelijke keuzes doen er in dit verband toe, maar dan wel in samenhang met de andere opgaves. Een actuele vraag tot slot is welk deel van de puzzel het Rijk legt, aanscherpen van de Novi, richting een Novex, en welk deel de decentrale overheden? Wat vraagt het Rijk bijvoorbeeld concreet van de provincies? En welke middelen staan hun ter beschikking? Worden vragen en middelen langs sectorale lijnen gelegd? Verdeeld ten behoeve van ruimtelijke samenhang in de regio? Hoe wordt de bestuurlijke lijn verder uitgelegd? Dus we hebben een ruimtelijk vraagstuk en we hebben een interbestuurlijk vraagstuk. En we hebben het vraagstuk van de verhouding tussen centraal en decentraal. Goed om tijdens dit webinar ons daar eens over te buigen. Ik geef het terug aan jou, Mark. Dankjewel. Dankjewel, Hans, voor deze introductie en deze stand van zaken. De verbreding van gebruikswaarde naar toekomst- en belevingswaarde, de lage benadering, het sectorale en het multilevel verhaal. We hebben een aantal gastsprekers en de eerste waar ik naartoe wil gaan is Jeannette van Antwerpen. Als we straks met een aantal gastsprekers hebben gesproken, komen we nog even terug bij jou, Hans. Jeannette, van harte welkom. Ik zag je in de deelnemerslijst staan. Ik hoop dat je je microfoon ook aanzet, dan kom je vanzelf in beeld. Jeannette van Antwerpen is van de RLI, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En de RLI publiceerde afgelopen november ook een advies. Geef richting, maak ruimte. En daarin onderschreef de RLI een deel van de punten die Hans net aanhaalde uit het PBL-onderzoek Grote Opgaven. Met opnieuw de nadruk op de urgentie. Jeannette, herken je dit gevoel van urgentie in het huidige kabinetsbeleid? Ja, Mark. Ik herken het gevoel van urgentie zeker. Er is ook een aantal aanbevelingen door de RLI zijn ook overgenomen als je kijkt naar het nieuwe kabinet. Alleen al het feit dat we hadden gepleit voor een minister die ruimtelijke ordening echt onder zijn directe verantwoordelijkheid heeft. Nou, dat hebben we. Daar is wonen nog aan toegevoegd. Dat is mooi, maar er zit natuurlijk gelijk ook alweer een gevaar in, hè? Want zoals Hans ook net liet zien, het is meervoudige gebiedsontwikkeling als je een functie voor elkaar wil krijgen en het is werk met werk maken. En dat stipte Hans eigenlijk net ook al aan. Ik zie in het kabinet dat de urgentie van alle opgaven die er zijn en die vaak een ruimtelijke weerslag hebben, wordt herkend. Maar de urgentie moet niet een zenuwachtigheid worden en een haast
waardoor niet de goede afwegingen en keuzes worden gemaakt. En dat het toch nog in de snelheid te veel sectoraal wordt. Soms kan dat goed zijn, maar soms ook juist helemaal niet. Dus die integrale afweging en ook kijken vanuit een breed welvaartsperspectief, dat waren ook aanbevelingen in ons rapport. Ja, dank je. En hoe kijk je aan tegen de snelheid die er nu in zit? Hè? Het lijkt wel alsof er geen tijd meer is om te aarzelen of voor uitstel. Ja, hoe kijk je naar de snelheid die nu gemaakt wordt? Ja, nou, aan de ene kant is snelheid natuurlijk goed. Hè? Want je kunt heel lang druk zijn met beleid maken wat relevant is, agendas en programma's. Maar wanneer kom je ook tot uitvoering? En dat is ook waar we in het RLI-rapport heel erg aandacht aan hebben gegeven. Er is heel veel opgeschreven, er is heel veel gezegd. Er zijn ook heel veel rapporten gemaakt, hè, waaronder inderdaad door het PBL, maar ook anderen de afgelopen jaren, van hoe het allemaal zou moeten. Maar het schort in de uitvoering. Dus we hebben in ons advies heel erg gekeken van hoe kunnen we nou de hele doorwerking van veel duidelijker zijn op rijksniveau. Daar hebben wij het woordje regie aan gekoppeld. Daar bedoelen we trouwens ook eigenaarschap mee en niet een dictaat. Hè. Dat is in gesprek gaan met en wees duidelijk over keuzes in een Novex, die bij de Novi moet worden gemaakt. We gaan in gesprek met de provincies. De provincie is het middenbestuur. Dat moet veel krachtiger zijn. Dat zit veel dichterbij bij de gemeenten en de regio's. Want in de regio's, op de regionale schaal, vinden heel veel vraagstukken plaats. En laat de provincie ook veel meer die coördinerende rol en meedenkende rol pakken op het regioniveau. Haast of urgentie is goed, maar dat betekent wel juist tijd nemen voor het gesprek met de mensen bij provincie, regio en marktpartijen. Ja, het toverwoord lijkt een beetje te zijn op het moment rijksregie. Hoe vind je dat het Rijk die regie zou moeten vormgeven dan met die overheden en decentrale partners? Ja, want ik hoor daar wisselende geluiden over, want ik spreek mensen van gemeenten, ik spreek mensen van provincies, van het Rijk, maar meer van gemeenten en provincies. En sommigen vinden het positief, hè? Het Rijk neemt initiatief en sommigen zijn een beetje beducht voor het woord regie, gaat het Rijk dan nu alles beslissen? En wat wij bedoeld hebben in dat advies, en ik hoop dat het Rijk, de mensen bij het Rijk dat ook zo oppakken, is veel meer dat er geen dingen over de schutting moeten worden gegooid, zoals toch een beetje met de resten is gebeurd naar de provincies en de gemeenten. Maar er ook geld, middelen worden meegestuurd, hè, naar de provincie, die de provincie ook naar eigen goeddunken samen met de gemeenten kan besteden. Dus niet allemaal sectorale middelen, want dan kom je heel snel in de knel bij de meervoudige gebiedsopgaven die we hebben. Het is veel meer een vorm van ook keuzes maken op het niveau van het Rijk. Als het goed is, gaat dat nu ook gebeuren in die Novex. En eigenaarschap tonen als Rijk. En dat betekent dat je ook aanwezig bent, letterlijk, met mensen ook in de provincie en bij de regio's. Eigenlijk zeg je dus drie dingen. Je zegt aanwezig zijn, aan tafel zitten als Rijk. Ja, ja. Keuzes maken op belangrijke issues en onschot geld geven. Zodat het op lagere niveaus dan het Rijk kan worden ingezet. Ja, precies. En we zeggen eigenlijk ook in dat advies, hè, van als je soms kijkt in sommige provincies en regio's, dan is het ongelooflijk druk met allerlei programma's waar er allerlei tafels voor zijn. We weten ook dat we heel weinig capaciteit hebben aan mensen en middelen. Dat wordt nu heel erg versnipperd eigenlijk gebruikt. Dus ga ook als provincie samen met de gemeente kijken of je niet een aantal thema's kan bundelen. En dus ook een aantal tafels kan opheffen en tot een integrale regiotafel kan komen. En dan zul je echt nog wel wat sectorale zaken houden. Maar ga daar ook echt coördinerend in optreden als provincie. En daar zit het Rijk ook gewoon aan tafel. Want dan kun je ook heen en weer gaan als dingen niet goed blijken te gaan. Als je andere dingen nodig blijkt te hebben. Het is een proces. Sommige mensen hebben het over de ladder in het huis van Thorbecke. Je moet die ladder op en neer blijven gaan. Het is een soort roltrap die steeds in beweging is. Dus echt veel meer samenwerken en niet ieder vanuit zijn eigen departement of sector. Niet vanuit macht, maar vanuit het gezamenlijke doel om Nederland duurzamer en beter functionerend te maken.
En heb misschien een wat onverwachte vraag, maar heb je daar al een goed voorbeeld van gezien? Of zie je een gebied of een thema waar dat heel goed is gelukt? Dat is een goede vraag. Nou, ik zie bijvoorbeeld in de provincie Gelderland al best veel gebeuren. Daar is men ook al met een pool bezig van professionals. Gewoon een heel actief regiobestuur, maar ook tegelijkertijd de gemeenten en de regio's makkelijk de provincie kunnen vinden. Wat al geholpen heeft, bijvoorbeeld in het beter elkaar kunnen vinden en communicatie, is bijvoorbeeld de toekenning van de WBI-gelden, de woningbouwimpuls. Dat heeft al tot gebruik van die roltrap geleid. En je ziet dat minister De Jonge ook elke week wel op werkbezoek is. Dus die komt ook echt de regio in en hoort ter plekke waar gelden naartoe gaan of misschien naartoe zouden moeten. Zo groot is ons land nou ook weer niet. Dus het is best mogelijk om die roltrap, dat is misschien wel een mooie metafoor, heel intensief gebruikt te laten worden. Ja, mooie voorbeeld inderdaad. Hoe denk jij dat, zijn die decentrale overheden goed genoeg in staat om die uitvoering op zich te nemen? Zijn ze daar nu klaar voor die ingewikkelde aanpak van zowel die verschillende lagen als die verschillende thema's, gebiedsgericht met alle actoren? Het is nogal een opgave. Ja en nee. Er is natuurlijk heel veel wegbezuinigd als het gaat om expertise bij de gemeente, bij de provincie en bij het Rijk. Zeker op het ruimtelijk vlak. Er is ook een druk op de arbeidsmarkt, dus er is een tekort aan mensen. Ik zat vanochtend nog bij de gemeente Tiel. Daar gaat ook een hele mooie binnenstedelijke herontwikkeling plaatsvinden. Maar er moet wel even een hele goede strategische projectmanager aangenomen worden. Die ook daadwerkelijk als spil kan gaan fungeren en de integrale afweging ook vanuit de gemeente kan gaan maken. Dus capaciteitsgebrek is een probleem. Dus dat ook noopt weer tot samenwerking. En het instellen van regionale pools met experts die dan ingeroepen kunnen worden. Ik zie wel ook. Juist op het niveau van de gemeente en de regio zie ik heel veel wil om nu dingen voor elkaar te krijgen. Iedereen voelt dat het ook nu moet gebeuren, maar vindt het ook wel ingewikkeld. Want het gaat inderdaad om biodiversiteit vergroten, het gaat om waterberging vergroten, het gaat om woningen realiseren, het gaat om andere mobiliteit, andere energievoorziening. En dat kan ook niet altijd tegelijk. Dus soms kan het een wel en het ander wat. Minder. En dat vergt nogal wat van mensen. Er komen nogal wat vragen binnen in de chat. Ja. Die zijn natuurlijk helemaal onverwacht. Ik zie in ieder geval een vraag van een ex-collega van mij, dus die geef ik dan toch ietsje meer voorrang dan de andere. Henk Baas die vraagt: er is inderdaad veel sectorale haast. Er is misschien wel te veel geld en te veel haast en te veel doelen, terwijl de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit misschien wel verdwijnt. Hans Momma zei er natuurlijk ook al iets over in het begin. Deel je dat beeld van Henk? Ik deel dat beeld niet als je op gemeentelijk niveau kijkt. Daar zie ik heel erg mensen die zijn natuurlijk heel erg bezig met hun directe leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit is juist ook een manier van kijken, onderzoekend ontwerpen, om te kijken hoe je die puzzel, die Hans eerder aangaf, hoe je die kan leggen. Dus en ook participatie, de kennis, de lokale kennis benutten, meenemen. En mensen in het dorp, in de stad, hebben vaak heel goed kennis van hun eigen omgeving. Dat bedoel ik ook met zorgvuldigheid. Die moet natuurlijk wel degelijk benut worden. Want dan lijkt het misschien alsof je langzamer zou gaan, maar uiteindelijk ga je sneller. Als je ook kijkt naar het RLI-advies, dan zien wij alle urgenties die er zijn als het gaat om de transities en de behoeften, juist als een kans om Nederland beter functionerend te maken en duurzamer te maken. Ik zie gelijk een reactie komen van Henk in de chat. Van is dat niet heel erg veel wensdenken? Maar ja, ik denk dat het begint bij de ambitie die je uitspreekt. En Ja. we hopen ook dat dit gaat lukken. Ja, ik kan inderdaad, hè, je kan zeggen, oh, dat zijn mooie woorden die ze spreekt, en is dat niet wensdenken? En ik heb nu al meerdere sessies gehad naar aanleiding van het RLI-advies, bijna elke week wel één. En elke week zeg ik wel bijna, je kan het helemaal opschrijven hoe het zou moeten,
Maar uiteindelijk draait het om mensen in de praktijk die willen, die de keuzes durven maken, die ook die transities daadwerkelijk willen gaan vormgeven met elkaar. En dat vergt ambtelijke lef, dat vergt bestuurlijke lef, dat vergt lef van partijen. En dat gaat alleen werken als je elkaar vindt op een goed inhoudelijk doel. En daar zit juist ook vaak die ruimtelijke kwaliteit. Hoe gaan we dit gebied waar wij wonen, leven en werken beter maken? Als je dat deel aan het begin van het proces geen aandacht geeft, dan gaat het fout. En integraal betekent dus ook niet altijd alles doen, hè, want dat kan helemaal niet. We hebben al elke vierkante centimeter in Nederland is bestemd. Alles is bestemd. Dus daarom gebruiken we ook de metafoor van de verbouwing van een huis. Met grotere en kleinere opgaven. Een lek een dak of een likje verf wat het huis moet krijgen. En dat betekent ook, want die budgetten zijn niet oneindig. En ook de capaciteit is niet oneindig. Dat betekent keuzes maken. Dit hier wel en dat hier niet. En met name dat laatste, dat keuzes maken, dat wordt vaak heel erg vooruitgeschoven, waardoor men snel lijkt te gaan, maar uiteindelijk weer langzaam. En ook aandacht voor de diversiteit van Nederland, want we hebben heel veel kleurige regio's. Dus ja, wat past in deze regio qua functies wel en wat past er niet? Ook dat is een keuze. Ja, het was ook een van de vragen, hè? Schort het niet aan keuzes maken en besluiten nemen in plaats van dat het in de uitvoering schort. En ik denk dat je ook zegt van ja, we moeten die keuzes maken, maar laten we die wel zorgvuldig maken met al die betrokkenen aan tafel. Ja, en ook gewoon in ons democratische stelsel. Ja. Dat hebben we. En we hebben ook allerlei wet en regelgeving over hoe we participatie willen en moeten doen. Maar we moeten het vooral niet als moetje zien. Maar als je geen keuzes maakt, kom je ook niet in die uitvoering terecht. Want dan blijf je hangen in iets wat niet werkt. Ja, nou dankjewel Jeannette voor deze bijdrage. Het regent inmiddels vragen in de chat. Ga daar vooral mee door, want die worden gemodereerd. En ook als ik je vraag nu niet gesteld heb aan Jeannette, ga ik die zeker nog later laten terugkomen. Dat was een heel interessante vraag over het herdefiniëren van grondeigendom. Maar die bewaar ik lekker even voor Hans Momma's. Dan kan hij zich daar al op voorbereiden. Bedankt. Ik ga over naar onze volgende gast. En dat is Yvonne van der Laan. Ja, ik ben er. Ja, geweldig. Ik ben speciaal voor jou nog naar de kapper geweest. Zoals je misschien... Ik zie het. Heel goed. Ja. Het ziet er stukken beter uit. Nou, gelukkig maar. Yvonne van der Laan is MT-lid bij Binnenlandse Zaken en betrokken bij de NOVI. Het levend document wat we nu hebben voor de ruimtelijke ordening. En jij geeft een reflectie eigenlijk op de ruimte vanuit het nationaal beleid. Laat ik even beginnen met wat is je opgevallen uit wat Hans en Jeannette hebben gezegd? Nou, eigenlijk heel veel herkenning en vooral datgene wat Hans aanreikt en de zorgen die we eigenlijk nu hebben om en de samenhang en de kwaliteit te blijven borgen in het geweld van de sectoren die nu met allerlei opgaven en uitvoeringsgeld bezig zijn of in ieder geval beginnen. Hoe houden we die samenhang, hoe krijgen we die goede samenhang erin om die goede afwegingen te maken? En hoe houden we ook de kwaliteit? Nou, die liet Hans volgens mij heel goed terugkomen. En veel herkenning ook bij wat Jeannette aangaf. Waarbij ik even wil, ik weet niet of je al zo ver wil gaan, Mark, maar even de drie dingen van waar zou het Rijk ook vooral op moeten inzetten die zij noemde. He, zorgen dat je aan tafel zit, zorgen dat je de goede keuzes maakt en zorgen dat er ontschot geld komt worden ingezet. Nou, die eerste is lastig, omdat wij ook bij het Rijk best een groot programma hebben en eigenlijk toch nog niet helemaal de organisatie en de mensen die dat helemaal kunnen bedienen. Dus ook wij hebben vacatures. Dus voordat we overal aan tafel zitten, duurt ook nog wel even. Maar het ontschotte geld is denk ik echt het grootste dilemma. Omdat je toch ziet dat iedere bewindspersoon toch op zijn eigen programma wordt afgerekend. En het daarmee heel lastig is om ook geld voor andere dingen in te zetten, niet zijnde je eigen opgave. Ja.
Ja, dat is denk ik. We zien denk ik allemaal die verschillende sectorale ambities van de verschillende ministers in het kabinet. Er zijn veel leefomgevingsbetrokken ministers inmiddels. Ik ben de tel een beetje kwijt, maar volgens mij zitten we ergens op 8 of 9 die in dit domein zitten. Er is een zogenaamde ruimtelijke ordeningsbrief in de maak. Ja. Is daarin ruimte voor een eigenstandige rol van ruimtelijke ordening binnen al die sectorale acties? Of welke aanpak gaat het Rijk kiezen om die ruimtelijke samenhang te bevorderen? Nou, we gaan wel degelijk weer ook met een minister voor ruimtelijke ordening die rol pakken. Laat ik het nog even voorzichtig zeggen, proberen te pakken, want we komen best wel weer van ver. We hebben een tijd lang geen kleur bekend. We hebben een mooie nationale omgevingsvisie nog wel uit weten te brengen. Maar we hebben hem weinig uitvoeringskracht nog weten te geven. En dat is ook even het. We gaan nu 3 programma's aankondigen in deze ruimtelijke ordeningsbrief. En heel bewust 2 programma's die echt ook wel op de uitvoering gericht zijn. En eigenlijk het derde, dat is niet helemaal het programma, maar dat is wel uiteindelijk waar het weer in terecht moet komen, een aanscherping van de NOVI. We willen bewust niet beginnen nu met weer opnieuw de visie neer te leggen en de aanscherpingen daarin te doen, maar eerst de uitvoering ter hand te nemen en de resultanten daarvan in een aangescherpte NOVI terecht willen laten komen. We hebben nu dan nog 2 programma's die we nu aankondigen in de RO-brief. Eentje is Mooi Nederlands. Een aantal van jullie zullen vast zeggen van hé, dat hebben we eerder gehad, een programma Mooi Nederland. Dat is in ieder geval wel waarmee wij het ruimtelijke kwaliteitsdenken verder willen brengen. Dus bijvoorbeeld de 3 mooie principes uit de NOVI ook echt stappen concreter willen maken. Dat willen we koppelen aan gewoon beleidsthema's die nu spelen. Denk aan de verdozing in Nederland. Denk aan de groen-blauwe dooradering in Nederland. Denk aan de datacenters. Dus dat willen we echt proberen met en dialoog, maar ook stappen zetten in het concretiseren van beleid, maar het ook instrumenteren. Hè? Dus niet alleen maar houden bij het mooie verhaal, maar ook daadwerkelijk brengen naar uitvoering. Dat is 1 programma wat we presenteren met de RO-brief. En het tweede programma heet Uitvoering NOVEX. De X staat niet zoals eerder bij de VINEX voor het extra, maar de X die staat hier voor het toebrengen van executiekracht aan de NOVI. Zo presenteren we dit. Dus in woorden geen gebrek waarbij we dit proberen aan te geven. Wat we daarmee doen is eigenlijk het komen tot de goede ruimtelijke keuzes uit. We hebben inmiddels 24 nationale programma's die of zijn aangekondigd of al lopen vanuit het Rijk in het fysieke domein, die enige ruimtelijke relevantie hebben geïdentificeerd. Vanuit die programma's verwachten wij echt dat er op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden. Er is veel meer programma dan dat er ruimte is in Nederland. En we hebben 2 typen arrangementen in ontwikkeling, hoe we dit ook tot uitvoering willen brengen met al die partijen die daarvoor nodig zijn. Het ene is een landsdekkende regie, zoals we dat noemen. Daar gaan we per provincie afspraken maken over nou, de grootste opgave van het Rijk. Daar zit een soort ritmiek achter dat we voor 1 oktober zicht willen hebben op wat dan die grootste nationale opgave of nationale doelen zijn vanuit het Rijk. Die geven we mee aan provincies. Die moeten daarop een ruimtelijke puzzel leggen. En dat komt dan volgend jaar, halverwege volgend jaar. Moet dat terugkomen bij het Rijk? En natuurlijk gaan we daar ook de helpende hand in bieden. Maar kan dat terugkomen met bijvoorbeeld het plaatje: ja, het is leuk bedacht, Rijk, dat je dit wil met de energietransitie, dit met de landbouw, dit met stikstof en zoveel natuur.
Maar dat gaat ons niet passen. Of daar zitten conflicterende situaties in. Dus wij hebben daarop een keuze nodig. Dat hopen we dat er gaat gebeuren. Dat helpt ons en dat maakt het natuurlijk ook bijdraaien niet makkelijk. Maar dat zou wel een regime kunnen zijn waarop we sneller tot de keuzes kunnen komen en ook worden gedwongen om daarin kleur te bekennen. En het dus niet alleen maar over de schutting bij de provincie te kieperen, maar het ook de mogelijkheid te geven dat weer terug te brengen. Het tweede arrangement wat daarin zit, is een gebiedsgericht arrangement. Dat is eigenlijk het doorontwikkelen van wat we ook al in de NOVI hebben aangekondigd en mee begonnen zijn. De NOVI-gebieden en de verstedelijkingsstrategieën, die dopen we nu even voor het gemak om tot NOVEX-gebieden. En daarmee laten we zien dat we ook vanuit het Rijk, vanuit meerdere departementen, in die gebieden waar de opgaven complex zijn, echt in samenhang keuzes gemaakt zullen moeten worden, dat we daar ook als medeverantwoordelijke partner aan tafel zitten en stappen weten te zetten in een gezamenlijk beeld van een dergelijk gebied, maar ook stappen zetten naar de uitvoering van al die mooie nationale doelen in combinatie met de decentrale opgaven die er ook gewoon liggen, om die stappen verder te krijgen richting de uitvoering. Nou, tot zover het mooie plaatje. Ja, zeker, ja. En nu nog doen. Ja, het duizelt me wel een beetje, Yvonne, van alle programma's die er dan zijn. En ik ben heel verheugd eigenlijk met wat je zegt over die NOVEX-gebieden. En even aansluitend bij wat Jeannette van Antwerpen zei, zitten jullie daar dan ook aan tafel in die NOVEX-gebieden? Gaan jullie dat zeker pakken? Zeker. Dat is zeker de bedoeling. We zitten daar ook al aan tafel, want het is daarmee, dat is niet helemaal nieuw. Dat zijn bijvoorbeeld het Noordzeekanaalgebied, de MRA, Zwolle. Dus dat zijn gewoon al de huidige NOVI-gebieden en verstedelijkingsstrategieën. Daar hebben we al een aandeel aan tafel. Je zou wel kunnen zeggen dat met deze ambitie ten aanzien van de grote verbouwing die nodig is voor Nederland, dat we ook als Rijk ons huiswerk moeten doen om die opgaven die we hebben, die doelen die we stellen, dat we die ook richting die gebieden weten aan te scherpen en in de gebieden weten te brengen. En nu is het af en toe wat meer de vrijheid, blijheid. En mooi als we daarin stappen zetten, maar we willen ze toch wat sneller gaan zetten. En dat zal toch echt betekenen dat we daar ook meer kleur moeten gaan bekennen. Ja, jullie weten dat er volgend jaar provinciale statenverkiezingen zijn. Ja. Nou, oké, okay. Nee, dat is het. Just checking. Het regent ook vragen en opmerkingen in de chat. Ik wil er twee aan je voorleggen. Eentje van Wim Leendersen. Die zegt, ik lees even voor. Misschien moeten we niet voor ieder thema een regio definiëren die allemaal hetzelfde is. Dus eigenlijk per thema een andere regio. En hoe kun je dan als Rijk en of provincie tezamen komen tot echte doelintegratie op dat regioniveau? Is dat niet onmogelijk? Is dat niet te veel wensdenken? Ik snap dat het een moeilijke vraag is, maar... Ja, want ik dacht, want het eerste was van moeten we niet voor elk thema een regio willen bedenken? Dus daar was ik het eigenlijk mee eens, dat je dat volgens mij ook eigenlijk niet zou moeten willen. Maar volgens mij moeten we het ook niet moeilijker maken dan het is, hè? De check die we eigenlijk willen doen in dat eerste arrangement wat ik schetste met die provincies, om het per provincie te bekijken, wat komt er nou allemaal op af, kan ook filteren in zaken die je niet meer met elkaar in de uitvoering hoeft te brengen. Hè? Dus dat je veel meer op het besluitvormende en de ruimtelijke keuze dat nog wel met elkaar hoeft te doen. Maar daarna kan het betreffende programma of thema of dossier kan gewoon verder. En kan gewoon de uitvoering vanuit een bepaald sectoraal programma ter hand genomen worden. Ja, ja. En nog even bij dat landsdekkende arrangement, hè, dat zeg maar eigenlijk voor een deel wordt overgedragen aan de provincies. Houden jullie daar ook een vinger aan de pols? Zitten jullie daarbij of zeggen jullie, bespreken jullie weer over 3-4 maanden en we horen wel waar jullie staan? Dat is niet onze bedoeling. Maar goed, daarover zijn we natuurlijk nu ook in gesprek met provincies. Hoe kan dit
een beetje op een handige manier gaan werken. Ik zou zeggen, dat gaan we niet zeggen van hier heb je het mandje vanuit het Rijk en over een half jaar of over een driekwart jaar dan zien we wel weer. Ik denk dat wij echt, en volgens mij kunnen we dat ook heel goed. We hebben best wat dingen al ervaren met het werken met omgevingsagenda's. Het hele ontwerpend onderzoek is een handig middel waarbij we echt dat met elkaar zouden willen inzetten. Omdat in ieder geval beter boven tafel te krijgen van wat zijn dan die te maken keuzes die ook op het provinciale niveau gedaan moeten worden. Ja. Dus nee, niet over de schutting kieperen en dan een half jaar of jaartje zien we het alweer. Ja, er komen ook nogal wat uitvoeringssuggesties in de chat. Dus, daar ga ik zo over kijken. Ja, om de chat te bewaren en te zorgen dat we daar in ieder geval al dan niet via de PBL-website op terugkomen, op alle suggesties die daar gedaan worden. Ik vond er een heel interessant van, ik denk Hans van Nerven, die zei van, moet je niet de inzet van verschillende sectorale rijksmiddelen naar rato verdelen als er een bijdrage wordt gedaan aan de integrale opgave. Dus hoe integraler je je oplost, hoe meer je sectoraal bijgedragen krijgt. Ik vond het wel een interessante suggestie. Ja, hij is heel interessant. en hier, weet je, we denken natuurlijk ook al veel langer na over hoe krijg je ook met sectoraal geld het toch voor elkaar om bepaalde kwaliteit, hè, want dat is toch de wat zachtere kant, om ook bepaalde kwaliteitsaspecten geregeld te krijgen. Ik denk dat eigenlijk, maar goed, dat voorbeeld dat wordt natuurlijk al heel lang gebruikt, dat het ruimte voor de rivier met gewoon een dubbele doelstelling, dat helpt om ook daadwerkelijk geld voor een wat zachtere functie voor elkaar te krijgen. Maar ja, ik zie het ook maar weer als een suggestie. Weet je, ik noemde niet voor niks gelijk aan het begin dat voor elkaar krijgen van toch richting ontschotting of enigszins ontschot budget voor gebieden, voor het gebiedsproces, voor andere dingen, niet zijnde direct de harde opgave. Ja. Is Yvonne even weg? Iedereen is er nog. Volgens mij zie ik iedereen nog zwaaien. Maar Yvonne was even weg. Terwijl ik nog net zo'n interessante suggestie in de chat kreeg. Over Yvonne. Dat was de vraag van of de haast en het tempo die we nu worden gemaakt in woningbouw en bereikbaarheid passend bij dit tijdschema, wat wordt voorgesteld in het uitwerken via de provincies. Nou, we zijn Yvonne even kwijt. Waarvoor excuses? Daarom stap ik nu over naar Hans. Hans Momma's. Misschien kun jij een reflectie geven op wat je hebt gehoord van Jeannette en Yvonne. Nou ja, wat? Dat zijn een heleboel goede ideeën en noties aangedragen. Dus ik zou iedereen tekort doen als ik dat probeer samen te vatten in een minuut of twee. Maar wat bij mij wel blijft hangen is dat vraagstuk van hoe je tegen de achtergrond van de enorme ambities en de haast die daarachter zit en de enorme sloot geld die daarmee gemoeid is, ruimtelijke kwaliteit overeind houdt. Ga maar na. Hè. We willen in 8 jaar tijd komen tot ongeveer 55%, misschien wel voorbij, richting de 60% reductie van CO2-uitstoot. Terwijl we er ongeveer 30 jaar over hebben gedaan om 25% te reduceren. Dus je kunt nagaan welke ambitie daar ligt, hè, met 35 miljard aan geld. We willen richting 2030 komen tot 74% reductie stikstof, hè, hectares. Beschermde natuur met 25 miljard. Als je dat gaat doen zonder oogmerk voor ruimtelijke samenhang en ruimtelijke kwaliteit, ja, dan kun je aan de voorkant wel nagaan dat er gewoon ongelukken gaan gebeuren. Dus inderdaad zoeken naar samenhang, ontschotten. Maar tegelijkertijd wil je ook voorkomen dat goed geld naar verkeerde projecten gaat.
Waarbij mensen dan gewoon oude projecten indienen bij die nieuwe fondsen en dan ze zo gefinancierd proberen te krijgen. Dus er is een ingewikkelde puzzel te leggen. Ja. Een ingewikkelde puzzel die veronderstelt dat we de opgaven heel scherp bij elkaar leggen. Dus het gaat om de samenstel van de opgaven. Dus ja, woningbouwtekort, maar ja, ook VHR-doelen. Het gaat over natuurkwaliteit. Ja, het gaat over verduurzaming van energievoorziening. Maar het gaat dus inderdaad ook over ruimtelijke kwaliteit. En hoe ga je dan ruimtelijke kwaliteit en dat proces borgen? Dus dat programma Mooi Nederland, hè, wat ook inderdaad aangekondigd is. Daar moet het echt gaan over hoe gaan we nou landschapskwaliteit en gevoel van identiteit en gevoel van ruimkwaliteit. Hoe gaan we dat, te midden van het geweld wat nu op gang komt, hoe gaan we dat op een goede manier positioneren? Dus dat lijkt me wel een stevige klus te zijn. Waarbij met name ook zeg maar even de verticale en de horizontale coördinatie, zowel in Den Haag als in gebieden. En daartussen, hè, terecht haalde Jeannette het huis van Thorbecke aan. Ik weet niet of het een roltrap moet worden, maar in ieder geval moet de dynamiek van de verdiepingen naar het trappenhuis. Hè. We moeten veel meer in het trappenhuis met elkaar gaan verkeren. Upstairs en downstairs, zou ik zeggen. Want zowel zeg maar even vanuit Den Haag naar de regio's toe, maar ook terug. Dus als dan al die gebieden hun gebiedsagenda hebben gemaakt, dan ook weer even het net ophalen om te kijken of we via die gebiedsopgaves ook achter beleidstekorten kunnen komen, die dan toch weer in Den Haag geadresseerd moeten worden. Dus het zal een samenhang moeten gebeuren, maar tegelijkertijd goed oog houden voor de balans tussen de harde doelen en de zachte waarden. Ja, eigenlijk zeg je dus, die tafel van jouw laatste sheet, hè, dat moet eigenlijk een soort dynamische tafel zijn waarbij mensen steeds weglopen, omhoog lopen, terugkomen, om steeds in te brengen wat ze ophalen op hun eigen niveau. Ja, maar waarbij wel van belang is dus, want er zijn dus een aantal keiharde waardes met een enorme ambitie en een enorme snelheid, dat die goed in verband worden gezien met de zachte waarden die we ook willen beschermen. Denk maar even aan het stikstofdossier. We willen eigenlijk zo snel mogelijk weer ontwikkelruimte hebben, dus die stikstof naar beneden toe, zo snel mogelijk. Maar ja, uiteindelijk gaat het wel over natuurkwaliteit. En die natuurkwaliteit moet wel eerst gegarandeerd zijn voordat je weer die ontwikkelruimte kunt vrijmaken. Dus daar liggen nog ingewikkelde knopen om met elkaar te ontwarren. Ja, en eigenlijk zeg je ook van, je moet aan die tafel heel goed praten over wat precies de opgave is. Die definitie moet je goed met elkaar doen. Ja, en daarbij heb je aan de voorkant dus eigenlijk alle sectorale doelen moet je al voor handen hebben. Dus je kunt pas goed gebiedsgericht gaan werken als eerst Den Haag zijn huiswerk heeft gedaan, op alle dossiers. Want anders krijg je natuurlijk toch wel dat allerlei scheefgroei gaat ontstaan tussen de dossiers. Dus inderdaad, geef richting en maak daardoor ruimte. En dat betekent dus dat de regio's moeten de doelen kennen, moeten de kaders kennen, om van daaruit te gaan werken. En misschien moet je dan ook inderdaad ruimte creëren voor de mogelijkheid dat de regio's er niet uitkomen, omdat de doelen toch niet adequaat geformuleerd zijn. En dan moet er ook weer een correctie mogelijk zijn op die doelen. Ja, ja, in die zin ligt er nogal wat druk op het schouders van het programma Mooi Nederland. Want dat zou natuurlijk die zachte waarde voor een deel moeten inbrengen in het geweld van de megatonnen en de woningbouwopgave. Kortom, laten we de tijd nemen om met elkaar die opgave te definiëren. En dat is misschien een mooi bruggetje naar onze derde gast, Carolien Gerels, die van het keukentafelberaad is. Carolien, ben je beschikbaar voor ons nu? Ik moet zeggen, ik zie in mijn rechter onderhoek enorm veel opmerkingen in de chat langskomen, dus ik hoop dat die worden gemodereerd. Ik hoop ook dat Carolien er is. Ik heb er wel in. Ja, ik ben er. Ah, fijn. Geweldig. Ik ga maar praten, want dan zie je mij, denk ik. Ja, dan kom je in beeld als je gaat praten. Ja, dat is geweldig. Goed je te zien inderdaad, Carolien. Je bent van het keukentafelberaad. Je zit vaak aan de keukentafel, neem ik dan aan. En dan praat je over dingen. Kun je mij iets vertellen en de mensen die hierbij zijn, wat precies het keukentafelberaad is? Als start van deze tweede ronde, hè, de op zoek naar samenhang in de regio, kennis aan de keukentafel. Ja, nou, de eerste keukentafel waar we aan zaten was die van Kees Veerman. Ook wel bekend van het eerste Delta-programma, minister van LNV, regie op ruimte. En het initiatief daartoe was genomen door Marjan Rintel van de Nederlandse Spoorwegen, nu nog, straks van de KLM.
En die zei van ja, ik heb eigenlijk een groter verhaal nodig om mijn eigen mobiliteitsproblemen op te lossen. En een van die problemen is bijvoorbeeld onderhoud. En dat vindt de politiek nooit sexy, spoorwegonderhoud of waterwegenonderhoud of kadermuren en brugonderhoud. Maar het moet wel gebeuren. En zeker als je treinen niet 4 keer, maar 6 keer per uur laat rijden, dan gaat het gewoon allemaal sneller, die crumbling infrastructure. En toen heeft ze Ben van Berkel aan mij gebeld, had dit boek gemaakt. Wat wij willen is nog nooit gedaan. En dat gaat eigenlijk over de kracht van integraal bouwen. En wij waren boegbeeld van de bouwagenda, waar Bernard Wientjes de voorzitter van was. En toen hebben we eigenlijk die opgave gestapeld. Nou, daar is al veel over gesproken. Maar we hebben ook gezegd, innovatie moet een tijd en plaats hebben. Dus je moet het concreet maken in een bepaald gebied. Toen hebben wij eigenlijk voor elke laag, voor elke opgave een persoon gezocht. Dus Kees Veerman, landbouw, Annemieke Nijhoff voor het water. Martin van Rijn voor de woningbouw. Ben van Berkel ook voor de digitalisering. Marjan natuurlijk voor de mobiliteit. We hebben KPN erbij gehaald, ook voor digitalisering. As Tempelman van Eneco voor de energietransitie. En ik heb er zelf kort nodig in gedaan als voorzitter van de industrietafel de laatste paar jaar. En dan zie je dat je wel tot leuke methodes kan komen. Want inderdaad is het enerzijds generiek wat er moet gebeuren. Hè? Dus er zijn nationale opgaven. En anderzijds is het gebiedsgericht. En we hebben een soort van infinity loop gemaakt. Een oneindige loop waarin je steeds kijkt van nou, wat kan er per gebied? Hoe ga je dat met elkaar doen? Wie gaat wat doen? En hoe telt dat op tot al die nationale opgaven op die 7 verschillende lagen van woningbouw, mobiliteit, klimaat enzovoort enzovoort. En hebben we ook nog naar het nieuwe kabinet geluisterd waarin bodem en water leidend zijn. Want dat zijn natuurlijk vrij autonome processen. En die infinity loop, die werkt echt aardig. Die hebben we nu uitgeprobeerd in Zeeuws-Vlaanderen. Dan krijg je daar nog de complexiteit van de andere kant van de grenzen, Vlaanderen, waarbij je eigenlijk dat ecosysteem als één ziet, economisch. En afgelopen dinsdag in de Gelderse Vallei, waar je 2 provincies te maken hebt. Dus ook dat is alweer complex. Maar wat ik merk is dat het enorm helpt om de urgentie te onderstrepen. Als wij nu de komende jaren te weinig doen, dan hebben die studenten tussen de 18 en de 28 geen enkele kans op de woningmarkt. Als we nu niks doen, dan loopt het helemaal vast in het stikstofdossier. En ik denk per gebied is die urgentie anders. En bijvoorbeeld een hefboom in Zeeuws-Vlaanderen zou kunnen zijn de energietransitie. Wat ook het grote bedrijfsleven aan tafel. Die graag over willen van natural gas naar waterstof. Nou, dan moet je op zee, dan moet je ook samen met Vlaanderen, grensoverschrijdend. De plannen liggen er eigenlijk allemaal. Dus ik denk dat je per gebied nu op zoek moet naar de juiste hefboom. Zeeuws-Vlaanderen energietransitie, misschien landelijk gebied, maar ook woningbouw. En dan beginnen. Wat we leerden van de Vlamingen was dat wij Nederlanders misschien alles te veel tot 100% uitonderhandeld willen hebben en de kaart hebben getekend. En die Vlamingen zei van begin aan gewoon als je 80% hebt getekend, want die andere 20 los je werkende weg wel op. Ja, ik begrijp dat jullie al aan best veel keukentafels hebben gezeten als ik je zo hoor. Ja, ik zit elke dag aan die van mijzelf, maar ja, want het is ook ontzettend leuk. Want wat we hebben gezegd, dat werd ook in de chat gezegd, is van laten we hierdoor met elkaar werken aan die visie van Nederland op 2050. Nou, daar is VNO-NCW nu ook mee bezig. En dat betekent inderdaad dat je moet zeggen, als het gaat om waterstof en wind op zee, nou dit eerst en dat daarna. We kunnen ook niet alles tegelijk. Daar hebben we de mensen niet voor, daar hebben we het staal niet voor, daar hebben we de kabels en leidingen niet voor. Maar ik denk wel, elke regio die nu met elkaar aan de keukentafel gaat zitten en met concrete plannen komt, heeft gewoon veel kans in Den Haag. Want dat hoor ik wel van collega's van Yvonne, dat er pitches per regio, hè, dus hoe vertel je in 3 minuten aan Mark Rutte, hè, laten we die maar even als de integrale afweger, de grote integrale afweger benoemen, wat jij wil in jouw gebied. Ja. Ik denk dat daar nu het ritme voor is gezet in die choreografie die Yvonne ook net schetste. Van dit in oktober, dan volgend jaar. Hup. Dus die ruimtelijke puzzel moeten we met elkaar leggen. En als je dat perspectief voor 2050 schetst, is het ook ongelooflijk leuk. Nou, in dit boek hebben we daar een bepaalde methode voor. Hè? Hoe doe je dat?
beginnen bij de Sustainable Development Goals en we eindigen bij concrete programma's. Bijvoorbeeld het overkluizen van een stuk spoor tussen Amstel en Muiderpoort hier in Amsterdam. Een beetje analoog aan de inspiratie die de A2 in Maastricht ons gegeven heeft. Maar elk gebied heeft zijn eigen hefboom. En dat begint gewoon bij de analyse van welk probleem het grootste is en wat je liefst zo snel mogelijk wil oplossen, ook voor je eigen mensen. Demografie is belangrijk. De ene gebied heeft urgentie op hele jonge generatie. De ander zit weer veel meer met een oudere generatie die bijvoorbeeld afstand wil doen van het bedrijf. Of die naar andere soorten van woningen wil waar meer verzorging is. En je zei net van je kunt een pitch houden bij het Rijk. Maar als jij aan die keukentafel zit, zit je daar dan met de regio zelf? Zit jij daar met actoren, met ontwikkelaars, met burgers? Of zit je daar ook met het Rijk? Hoe grassroots ben je? Waar zit je in je? Met wie om tafel? En we zitten met de regio, maar ook met mensen van het Rijk. Dat eerste plaatje van Hans Momma's, waar 6 actoren, daar hebben wij er nog 2 bij bedacht. 1 is een vreemde eend. Ik vind het ook altijd heel mooi om een filosoof erbij te hebben, of een kunstenaar. Of een, we hebben in Rotterdam een keer een dominee gehad, hartstikke mooi. Dus ook een beetje out of the box denken. Maar we beginnen altijd met de regio, want er is al zo waanzinnig veel gedaan in die regio's. Verstedelijkingsstrategieën, integrale plannen van 10 gemeenten. Dus het enige wat moet, is dat nu op een goede manier vertellen. Dus de narrative van een gebied. En op een goede manier in kaart brengen hoe dat ook bijdraagt aan het vervullen van de nationale opgaves. Maar daar hebben we al zoveel kaarten en materialen van, dat het nu inderdaad gaat over vanuit die urgentie een lange termijn visie. Wat voor gebied willen we zijn? Waar gaan onze kinderen straks wonen, werken, recreëren? En dan terugredeneren. Wat betekent dat voor het programma voor vandaag en morgen? Ik vind het een heel inspirerend verhaal. Sowieso die infinity loop, die spreekt me erg aan. Omdat je steeds weer terugkomt op dat midden van die regio. Maar ook die hefboom. Maar ik heb nog even een vraag. Is die hefboom nou bedoeld voor de regio zelf? Of is die hefboom nou iets wat je verzint om bij het Rijk een voet tussen de deur te krijgen? Nee, die hefboom is voor de regio zelf. En die komt voort uit de ambities van de regio zelf. En dat komt weer voort uit hoe die regio ontstaan is. We hebben voor bouw in Terneuzen een hele belangrijke werkgever. Je moet even weten, de echte majeure beslissingen over verduurzaming genomen worden in Houston. Want het is een Amerikaans bedrijf. Die kunnen kiezen waar ze gaan investeren. Doen ze dat in Alberta, Canada? Doen ze dat in Terneuzen? Doen ze dat ergens in Spanje? En dan opeens zit je met z'n allen aan dezelfde kant van de tafel. Want je wilt allemaal dat die miljarden voor verduurzaming naar Terneuzen komen. Het is goed voor ons land. En dan heb je dus dat gemeenschappelijke doel. In de Gelderse Vallei wil je dat stikstofprobleem wordt opgelost, maar dat er ook economisch perspectief is voor al mensen die daar nu wonen en werken en hun onderneming hebben. Een hele ondernemende regio. Hoe geven die ondernemers nou perspectief? En het leuke is, als je met al die mensen tegelijk, provincie, lokaal aan tafel zit, dan leg je al die puzzelstukken veel makkelijker. Want de gemeente... Je wordt opeens bij mij van de keukentafel. Nee, ja, je bent er weer bij mij hoor. Ja. Oh, daar ben jij ook weer. Maar die gemeente weet precies, die zit aan die keukentafel. Trouwens ook het waterschap, hè. Die kennen de boeren, die kennen de burgers. Die weten, oh ja, deze fabriek heeft dit nodig en die fabriek heeft dat nodig om bijvoorbeeld CO2 te besparen. In Amsterdam hebben wij bepaalde gebieden waar je het verdienvermogen van een stukje van de stad kunt combineren met verduurzamen en verdichten. En dan kan het opeens wel, hè, die dozen stapelen. Dus niet platte dozen voor logistiek en distributie, maar gewoon gestapeld. Woningen erboven, voorzieningen, een portveldje in het midden. Hartstikke goed. Ja, ik vind het interessant aan jullie methode is dat je dus eigenlijk een hefboom of een handvat zoekt om de integraliteit aan te pakken via 1 specifieke, oké, we gebruiken duurzaamheid. Anders weet je niet waar je moet beginnen. Een ander mooi voorbeeld. We zijn nu ook bezig met de RAI. Nou, iedereen kent de RAI, hè? Een groot congrescentrum. 70.000 diesel trucks per jaar. Dan denk je, nou, zou het toch mooi zijn als die niet meer zo de binnenstad in rijdt. Dus nu is er iets bedacht met een logistieke tunnel, waardoor de bevoorrading anders kan. Rup. Maar als je dan toch bezig bent en je moet die investering betalen, kan je misschien ook verdichten. Misschien willen er wel studenten bovenop de RAI wonen of een stukje ernaast of oudere mensen in combinatie met die studenten. Dus dan heb je als hefboom de logistiek en distributie vraagstukken.
En als oplossing neem je al die andere lagen mee. En daar wordt dan iedereen heel blij van. Want dat zie je, dan zit er voor iedereen ook iets in. Want de een krijgt een schandere lucht. De ander krijgt een ander, veel moderner logistiek systeem. De ander krijgt woningen, een beetje office ruimte. Met natuurlijk in achtneming van bodem en water en de energietransitie. Ja, zoals je vertelt, klinkt het eigenlijk alsof je het Rijk, zeg maar, in het ontdekken van die erfboom niet nodig hebt. Klopt dat? Nee, dat klopt niet, want daar zit heel veel geld. En dat wil nog wel eens helpen als je die hefboom hebt gevonden om ook die stoeptegel zo op te lichten. En ik denk ook, het Rijk moet inderdaad in die infinity loop die optelsom maken. Dat is met de resten ook geprobeerd. Nou, iedereen had toen goed huiselijk gemaakt. Nu blijkt dat niemand eigenlijk meer die windmolens op het land wil. Dus volgens mij moet het Rijk daar dan ook weer zeggen, nou, gaan we dat dan niet anders doen? Met geothermie of met warmte of met meer wind op zee of meer import van bijvoorbeeld waterstof. Hè, kan ook dat we het uit Spanje halen of uit nog verder weg. Dus daar moet het Rijk de majeure systemische toetsen steeds op loslaten. Ja, nee, dat snap ik. Maar wat ik interessant vind is eigenlijk dat jij komt op die hefboom omdat er mensen initiatief nemen in zo'n regio. Ja. Zou je die initiatiefnemers niet moeten belonen dan? Zeker, met goede deals met het Rijk. Ja. He, bijvoorbeeld als Zeeuws-Vlaanderen die energietransitie wil doormaken, ja, dan moet Tennet ook zorgen dat er een 380 café-station komt. Nou, in het regeerakkoord wordt ook over kernenergie gesproken. Borselen kennen we. Nou, misschien moet je daarvan dan zeggen, doen we een tweede centrale op de derde Maasvlakte. Hè? Niet alles in één regio. Ja, dus zo moet je ook als Rijk een beetje regisseren. Ja. En dirigeren. Op initiatief van de mensen. En dan denk ik, beloon inderdaad dat initiatief. Zorg dat als Yvonne op 1 april al die plannen krijgt, dat de mensen die het vers zijn, die bijvoorbeeld hun provinciale staten achter hun plannen hebben of hun gemeenteraden, dat je die ook echt beloont. Want daar kwamen we ook achter. Het Huis van Thorbecke is niet alleen een minister of als gedeputeerde of een wethouder. Ik was er zelf één. Ik heb geleerd dat je de hele raad mee moet nemen. En wij, daar was jij ook nog bij, Mark, toen jij bij de provincie Noord-Holland werkte. Gingen we met 200 man dan MRA-dag, hè, metropoolregio Amsterdam. 200 man, een paar leuke sprekers, burgemeester van Parijs, een paar leuke workshops. Maar zorg dat je ook elkaars plannen kent. Zorg dat de wethouder van ruimtelijke ordening weet wat de wethouder van wonen aan het doen is. Of van water. Of van, dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ja. Nee, ik vond het voorbeeld wat je gaf van de Gelderse Vallei mooi. Dat je dan twee provincies bij elkaar betrekt. Ja, een provinciegrens wil nog wel eens heel hard zijn in bestuurlijk Nederland. Ja, en als die urgentie maar groot genoeg is en je elkaar maar hard genoeg nodig hebt en elkaar ook dingen gunt, hè, dat je zegt, nou oké, 80%, hè, ik heb een lijstje, ik wil 100, ik krijg 80%, laten we dan maar gewoon beginnen. Ja. En er zijn heel veel no regrets, hè. We kunnen op heel veel plekken kunnen we echt al behoorlijk snel aan de slag. En daar liggen ook heel veel plannen. En dan denk ik, doe misschien ook een fast lane. Dat zou ik misschien Hugo de Jonge aanraden. Het past wel bij zijn aanpak volgens mij. Een fast lane. Hè? Als er nou in een gebied echt alles klaar ligt. Wat voldoet aan die criteria van ruimtelijke kwaliteit. Van draagvlak. Er is geld voor. Enzovoort. Geef die mensen dan inderdaad de benefits. Voor hun harde werk. Want het is natuurlijk wel een hoop georganiseerd. Met al die mensen. En dan ook nog uitvoeren. Maar stimuleer dat op een positieve manier. Ja. Nou, ik ga afronden, want we vliegen uit de tijd en we hebben nog heel veel tijd nodig. Ik vond het leuk om je gesproken te hebben. Ik vond het ook heel inspirerend. Ik denk wel dat het in de uitvoering gaat ook deze aanpak natuurlijk toch wel leiden tot pijnlijke keuzes. En op andere plekken gaat het misschien tot meer vreugde leiden. Maar dat hoort bij het spel, denk ik, wat we met elkaar gaan spelen. Dus ik hoop je nog vaak tegen te komen, niet alleen aan de keukentafel. En ik ga even terug naar Hans Momma's om een bruggetje te maken naar het laatste deel van ons programma. Dankjewel. Er is heel veel langsgekomen in de chat. Dus ik zorg dat je die chat ook zeker krijgt. Al die belangrijke opmerkingen. Hans, ook even richting Carolien. Ja. Een heel ander verhaal in het verlengde van de twee voorgaande sprekers. Maar wat is je eerste reactie op het verhaal van Carolien? Nou, prima. Inspirerend ook. Omdat inderdaad het heel sterk de vinger legt op de dynamiek in de regio's, in de gebieden. Dat je voorbij een soort van bureaucratische stapeling van doelen moet komen. Zodat je inderdaad stakeholders in het gebied aanspreekt op de plannen die er liggen.
En vervolgens met die stakeholders gaat bekijken gewoon wat inderdaad dan als hefboom kan functioneren. En ook die infinity loop, die eindeloze lus waar je doorheen moet. Dat is precies inderdaad wat ik met veel moeilijker woorden toen net die verticale en die horizontale coördinatie noemde. Je hebt in dat gebied gewoon een samenhang nodig, maar tegelijkertijd met die samenhang in dat gebied natuurlijk ook kunnen sporen met wat er aan rijksopgaven ligt. En daar zal ook op de een of andere manier een infinity loop moeten zijn tussen de nationale opgaven en wat stakeholders in dat gebied oppakken. Als iets niet kan, hè, wat moeten we dan hier doen om het wel mogelijk te maken? Ik geloof dat Caroline was, of iemand anders noemde ook het voorbeeld van de ondertunneling van de A2 in Maastricht. Hè, waar je ook zeg maar even de integraliteit hebt doorgetrokken naar de uitvoering. Dus inderdaad, dat raakt toch aan die 80%. Hè. Als je over 80% eens bent, beginnen. En dan in de uitvoering kom je wel wat dingen tegen. En als er in de uitvoering die dingen tegenkomt, moet Den Haag ook alweer thuisgeven om daar een oplossing voor te bieden, zodat die integraliteit daar kan blijven functioneren, snap je? Zodat je met elkaar ook gaat voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Maar dat veronderstelt wel dat je in dat trappenhuis op een goede manier met elkaar blijft in gesprek blijft. Het veronderstelt ook dat aan de voorkant van dit soort processen natuurlijk wel voor die gebieden duidelijk is wat de nationale opgave is. En dat er zeker continuïteit ook in die opgave zit. Want anders blijf je natuurlijk een beetje onzekerheid zitten over, ja, maar wat gaat er nu gebeuren en zo. Wat kan ik tegen boeren zeggen en wat niet. En wat kan ik tegen andere ondernemers zeggen en wat niet. Dus het veronderstelt wel duidelijkheid aan de verschillende kanten. Maar wat inspirerend is, vind ik inderdaad dat je met gebiedsstakeholders gaat kijken naar wat zijn hier de opgaves. Hoe komen die samen? En wat kunnen dan in die samenhang, wat kan daar nu de hefboom zijn? Die als het ware de rest van die opgaves ook mee in slipstream neemt. Dat vind ik een hele mooie benadering. En dan blijkt dan ook dat voor de verschillende gebieden die opgaves gewoon totaal verschillend zijn. Dus je hoeft niet al met dezelfde opgave te beginnen. Ja, er is een vraag in de chat hoe het boek van Caroline heet. Volgens mij heet het Wat wij willen is nog nooit gedaan. En misschien dat Caroline in de chat nog een kortingscode kan zetten. Zodat iedereen die bij het webinar aanwezig is, korting krijgt bij de uitgever. Maar volgens mij, wat wij willen is nog nooit gedaan. Zo heten we toch? Ja, ja. We kunnen boeken verloten onder de eerste 10 inzenders van een heel gaaf gebiedsgericht plan voor 2050. Nou, zijn er al genoeg? Die uitdaging nemen we aan. Er kwam nog wel een vraag in de chat langs van in hoeverre is er dan rijksregie nodig op zeg maar die regionale hefbomen? Het is misschien een vraag voor zowel Hans als Caroline. Hans zei al iets, je moet natuurlijk wel die nationale opgave in de gaten houden. Het lijkt me evident, maar geen makkelijke. Nee, maar we hebben al die lagen hebben we al opgaves gekwantificeerd, hè? En die van woningbouw is misschien nog het meest helder, hè? Miljoen voor 2030 en dan 1,7 naar 2050, uitgaande van 22 miljoen mensen, dat doet het CBS in 2050. Maar bijvoorbeeld ook voor de energietransitie, hè, kun je dat uitrekenen in termen van petajoules enzovoort. En er zitten nog wel heel veel veronderstellingen in, maar je weet bij alles dan dat het goed is om vandaag te beginnen. En het Rijk moet denk ik wortel en stok zien te vinden. Hè? Dus en vergeet daarbij de stikstofopgave natuurlijk niet, want die is zeker als een randvoorwaardelijk van een heleboel van die andere opgaves. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou ja, en de wortels kun je goed verzinnen, maar ik denk, ik ben wethouder geweest, als je niet goed op je geld paste, dan kreeg je artikel 12, dan kreeg je de provincie op je dak. Nou, dat wilde geen enkele gemeenteraad hoor. Den Haag heeft daar een tijdje onder geleden, is al heel lang geleden. Maar nu is ruimte schaars. En ik denk dat je toch ook wel moet bedenken, ja, als je er niet goed zorg draagt als een rentmeester en als een bestuurder voor jouw gebied, ja, ruimte schaars. Dus we moeten met elkaar dan ook wel een soort stimulerende wortel en stok bedenken, waardoor je de harde werkers ook beloont. En misschien kunnen sommige harde werkers dan ook nog een extra stukje opgave meenemen als ze één keer goed bezig zijn. Ik ga gelijk door naar twee andere harde werkers. Sorry, ik ga gelijk door naar twee andere harde werkers. Ik moest wel ook denken bij wat je net zei, Caroline, aan waar je net mee begon. We hebben geen woeste gronden meer in Nederland, hè? We hebben geen woeste gronden meer. Dus ja, die ruimte is inderdaad schaars. We zitten weer op dit deel van het webinar, waar het ingewikkeld is met de technische toestanden. Maar ik zie dat die gelukt zijn. En ik ga daarom het woord over dit vragen aan
of David Hamers of Rien Kuiper of hun allebei. Zij gaan in het derde deel van dit seminar in op waar we naartoe gaan. En ik geef nu het woord aan een van hun beiden. Ja, dankjewel Mark. Moet jij even je speaker uitzetten? Ja, dankjewel. Ik hoor mezelf nog steeds dubbel, Mark. Nee, oké, dankjewel, anders is het verwarrend. Ja, heel aandachtig heb ik meegeluisterd namens het projectteam van de ruimtelijke verkenningen, samen met Rien Kuiper. En wij zullen zo meteen een kijkje in de keuken geven van hoe wij al deze thema's, echt wel allemaal, en dat is toch weer schrikken altijd, hoe complex het dan wordt, hoe we die verwerken in lange termijn scenario's. Dat gaat over de samenhang. Het woord is volgens mij het meest gevallen van alle andere woorden. Als je het vergelijkt, samenhang tussen gebieden, tussen sectoren, in de tijd ook. Tussen lagen, fysieke lagen, bodem en water kwamen af en toe langs. Hè? Niet alleen wonen en bereikbaarheid, et cetera, maar ook de bestuurslagen. Wij hebben onszelf een opdracht gegeven in het verlengde van grote opgaven in een beperkte ruimte. Hè, wat het startpunt was met Hans Momma's daarnet. Afgelopen jaar gepresenteerd, een urgente opgave neergelegd. En dat startpunt naar de toekomst door te trekken in vier scenario's. En ik zal jullie zo meteen wat dingen laten zien. Die dat even als een kijkje in de keuken helder maken. Het is allemaal nog volop in ontwikkeling. Wij beogen ergens rond einde jaar te publiceren. Maar het leek ons toch heel leuk om vanuit het nu, zeg maar, via de toekomst weer de urgentie van het nu op te zoeken. En dat is die diagram aan de linkerkant op jullie scherm. De nulsituatie hebben we als het ware neergelegd in grote opgaven. Wat is er nu aan de hand? Wat zijn de urgente issues? Hoe wordt het spel nu gespeeld? Wat we vervolgens doen is met de onzekerheid die op lange termijn speelt. Hè, wij kijken vooral naar 2050 en soms zelfs nog wat verder weg. Gegeven die onzekerheid, denk aan bevolkingsgroei. Ik zag er in de chat ook al wat opmerkingen over. Ook aan economische groei, dat weten we allemaal niet. Dat nemen we mee in de vorm van omgevingsscenario's. Maken we ook gebruik van bestaande scenario's van onszelf, maar ook van andere instituten. Vervolgens confronteren we dat met wat in deze diagram beleidsscenario's zijn. Dat noemen wij ook wel normatieve scenario's. Wat wil je in meervoud? Wat zou je willen? En dat doen we in viervoud. Vier verschillende waardepatronen die de spelers in de ruimtelijke ordening of in het omgevingsbeleid, wel iets breder nog dan de ruimtelijke ordening, denk ik. Wat zouden die spelers willen, gegeven die onzekerheid en alle ambities? En welke rangorde breng je aan als je vanuit verschillende waarden reageert? Want dit gaat natuurlijk niet over één kabinetsperiode. Dit gaat over minstens 6-7 kabinetsperiodes als je doorrekent. Dus je zult op de een of andere manier rekening moeten houden met verschillen in waarden. Nou, dat doen we in de vorm van die normatieve scenario's. En die gebruiken wij als middel om boodschappen te formuleren waar beleidsmakers nu mee aan de gang kunnen. En dan zijn het beleidsmakers op strategisch niveau, op rijksniveau, maar ook de strategen bij de provincies, bij de gemeentes en ook de maatschappelijke en bedrijfspartners. Hè. Ook daar hebben ze natuurlijk ambities en strategieën. Die proberen we op deze manier te voeden met prikkelende boodschappen om ze te helpen om die enorme complexiteit die daar net in de gesprekken voorbij kwam, om die aan te pakken. Nou, dat doen we over de breedte van de NOVI. Dat zien jullie rechts op het scherm. Vijf thema's op de horizontale rijen. De NOVI onderscheidt er vier, maar wij hebben er twee uit elkaar getrokken. Om analytische doellijnen, dan krijg je vijf rijen. En daar haaks op hebben we vier normatieve scenario's geformuleerd. Je ziet de namen alvast in beeld. En ik zal nu even echt heel in het kort wat vlees op de botten geven wat voor soort normatieve scenario's dat dan zijn. En Rien zal ze in beeld brengen in de vorm van schetskaarten waar we op dit moment aan werken. Nou, dit zijn de vier normatieve scenario's. We werken daar niet als PBL alleen aan. We doen dat ook steeds in interactie met toch wel behoorlijk wat stakeholders. Van rijk tot gemeente en van bedrijf tot samenleving. En die gaan we op dit moment invullen en ook op kaart zetten. Het eerste is mondiaal ondernemend. Is een individualistisch Nederland in 2050. Zelfredzaamheid. Zelfverantwoordelijkheid nemen.
Ook voor de duurzaamheidsambities. Dus het is niet alleen profit. De P van profit, of misschien prosperity, wordt wel vaker gezegd, staat bovenaan. Maar het is ook een duurzaam scenario. Alle vier hebben de ambitie om duurzaam te worden. Alleen elk van de vier zal dat op een andere manier invullen. Misschien kun je het beste voorstellen in termen van brede welvaart. De hiërarchie tussen de onderdelen van brede welvaart is telkens anders in elk van deze vier scenario's. In snelle wereld, een tweede scenario, is fragmentatie een trend die we doortrekken. Denk ook aan de gemeenteraadsverkiezingen van een paar maanden geleden. Nog meer splinters hebben we in Nederland. Nog meer fracties die het met elkaar zullen moeten doen in gesprek. Dit is ook een heel digitaal scenario. Het digitale gaat hier belangrijker worden ten opzichte van een fysieke ruimte. En dan kun je denken aan de bubbels, hè, online. Dat je je eigen lifestyle groep vormt en binnen die lifestyles vooral communiceert. En op afstand komt te staan van andere levensstijlgroepen. En afhankelijk van de bubbel waarin je verkeert, heb je een ambitie op de drie P's van people, planet en profit. Dus dat is een behoorlijke bestuurlijke uitdaging en zal ook ruimtelijk misschien tot fragmentatie leiden. Het derde scenario is Groenland. Er wordt de mens gezien, of de mens ziet zichzelf als onderdeel van de natuur, primair. Het is een scenario waarin we naar dematerialisatie, het mag hier minder worden, streven. De P van planet staat voorop. En in dit scenario zal de Rijksoverheid op verzoek van de samenleving doorpakken op vergroening, verduurzaming in brede zin. Misschien ten koste van wat vrijheid. In elk van deze scenario's zitten ook bonussen en pijnpunten. Het is geen ideaal, geen utopieën, nog geen dystopieën. Zoet en zuur worden samen verpakt in elk scenario. En tot slot, regionaal geworteld, de gemeenschap. Je bent lid van een gemeenschap primair. Zo ontwikkelt Nederland zich in dit toekomstscenario. Er is behoefte aan continuïteit. Je wilt wat voorspelbaarheid in je leven, je wilt je buren kennen. Er zijn ook minder verhuisbewegingen in dit scenario. Je bent trots op je regio. En beslissingen worden zo laag mogelijk schaalniveau gemaakt in dit scenario. En hier staat de P van people voorop. Nou, dat zijn echt in een notendop vier totaal verschillende toekomstige Nederlanden. En Rien Kuiper, mijn collega projectleider van dit project, zal jullie vier kaarten laten zien en even één of twee highlights naar voren brengen om wat beeld hierbij te geven. Dankjewel, David. Het eerste scenario, mondiaal ondernemend. Hier is de P van profit primair. En hier zet men ook sterk in op de agglomeratiekracht van de Randstad. Met name ook de noordvleugel van de Randstad. Die zal relatief het meeste groeien in Nederland. Je ziet ook groen in dit scenario, omdat elk van onze scenario's ervan uitgaat dat het Nationaal Natuurnetwerk volgens plan wordt aangelegd. Maar hier zal het ook een invulling krijgen die ook de economie ten goede komt. De volgende. Het volgende scenario is snelle wereld, waarin de samenleving eigenlijk steeds meer gefragmenteerd is geraakt in digitale bubbels. In ruimtelijke zin hebben we dat hier ook vertaald door een veel meer verspreide verstedelijking, zowel meer verspreid over het land als binnen de diverse regio's, veel meer verspreid ook over de steden, dorpen en misschien ook het buitengebied. De infrastructuur staat minder centraal op deze kaart, omdat er misschien ook gewoon minder fysiek transport is, omdat er heel veel digitaal gebeurt. De volgende. Het derde scenario is Groenland, waar de P van Planet voorop staat. Je ziet hier heel veel groen op de kaart. Niet alleen het Nationaal Natuurnetwerk wordt hier aangelegd, maar er wordt ook extra geïnvesteerd in aanleg van natuur. De steden ontwikkelen zich hier verspreid over het land, maar vooral in middelgrote steden die goed op fietsinfrastructuur aan te leggen zijn. Overigens zijn de steden hier ook wel met goede intercityverbindingen met elkaar verbonden. Luchthavens. Schiphol zal hier kleiner van omvang zijn om de Parijsdoelen ook echt te kunnen halen. De volgende. En het laatste scenario, regionaal geworteld, zet sterk in op regionale identiteiten. Elke gemeente moet voor de eigen bevolking bouwen en niet meer dan dat. Verstedelijking raakt meer gespreid over het land, maar binnen de regio's wordt dat wel in
regionale kernen, steden en dorpen geconcentreerd. Ik heb in al deze praatjes niks gezegd over landbouw, niks over energie, maar dat zal in al deze scenario's ook heel duidelijk een plaats op de kaart krijgen, want alleen door het echt op kaart te zetten kun je in beeld brengen waar zaken te combineren zijn, maar waar ook duidelijk keuzes nodig zijn. Mark. Ja, dankjewel Rink en David voor deze eerste preview van de vier samenhangende verschillende ruimtelijke scenario's die jullie aan het maken zijn. Ik heb twee vragen. Eentje die komt uit de chat, die wil ik toch wel even naar voren halen. Er wordt een aantal mensen zeggen iets over digitalisering. Hoe wordt er omgegaan met digitalisering in deze scenario's? Even als apart punt. Wie van jullie kan dat beantwoorden? Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. We hebben dit scenario Snelle Wereld, wat in de als werktitel af en toe in onze werkgroep ook nog wel digitaal domein heeft. Dus dat zegt al wel wat. Die fragmentatie gaat in dat scenario gepaard met eigenlijk hand in hand met die digitalisering. We zullen elkaar meer online ontmoeten en dan niet alleen op een plat scherm zoals we dat nu doen. Dat is erg 2022. Maar steeds meer on the go, onderweg, op allerlei scherpjes, waarschijnlijk op een lens geprojecteerd of zoiets met augmented reality of misschien in de metaverse met virtual reality en dan hopelijk zonder zo'n zware helm. Dat gaan we hier doortrekken en dat betekent dus ook dat dat klinkt misschien luchtig, vluchtig en digitaal, weet ik het allemaal, maar dat betekent dus ook dat datacenters, het woord viel al ergens in het begin van deze bijeenkomst, dat die datacenters als een zware ruggengraat, een soort backbone, ook wel in het landschap zullen verrijzen. Dus dat is niet alleen digitaal, maar heeft ook een fysieke infrastructuur nodig. Dus die digitalisering zit sterk in dat snelle wereldscenario en zal ook wel deels deel uitmaken van een aantal andere scenario's, maar daar zullen we het wat naar de achtergrond brengen. Ja, en er wordt ook wel iets gezegd over de negatieve aspecten van digitalisering in de chat. Ik neem aan dat jullie daar ook oog voor hebben. Ja, zeker. We hebben in elk scenario oog voor de keerzijde van wat zeg maar aan de ene kant een kracht is, zal aan de andere kant een zwakte betekenen. Met alle ongelijkheidsdiscussies die daarbij horen. En om bij het voorbeeld te blijven van digitalisering, moet je dan denken aan toegankelijkheid voor digibeten klinkt wat hard, maar digilexie, ja, ik weet niet, dit is nog geen woord voor, maar dyslexie in het digitale domein. Ik las daar een interessant artikel vorige week in de Volkskrant over, of was het afgelopen week, in de Zaterdagkrant. Mensen hebben ontzettend veel moeite met het digitale, het zijn grote groepen, en het digitale werkt ook vaak helemaal niet zo goed. We hebben in dit scenario ook ondergebracht, namelijk de hiccups, de storingen, het gebrek aan protocollen, omdat het zo'n gefragmenteerde samenleving is. Dus het zal allemaal niet zo lekker lopen in die digitale omgeving. Dat is op zich al een uitdaging, los van die harde backbone in de zin van datacenters. Ja, ik heb beloofd om 5 uur echt te stoppen, dus we hebben nog 7 minuten. Jullie hebben 4 scenario's gemaakt, zijn 4 scenario's aan het maken. Op verschillende waardesystemen en door die verschillende waardesystemen krijgen we 4 verschillende toekomstbeelden voor Nederland. Wat kunnen we daar straks mee als jullie ergens aan het eind van dit jaar die 4 scenario's opleveren? Die scenario's zijn heel goed bruikbaar voor de verdere visievorming en vooral ook omdat er ook heel veel transities en plaatsen in de ruimte gegeven moeten worden. Hè. Dus het Rijk wil de Novi gaan aanscherpen, maar ook ja, een heleboel keuzes moeten nog worden gemaakt. De provincies moeten de puzzel gaan leggen. En daar kan het een hele goede rol bij spelen. Hè. Om een voorbeeld nog op even puntje te noemen. De omgevingswet die geeft aan in zijn memorie van toelichting dat bij alle omgevingsvisies scenario's gebruikt moeten worden. Dat is bij de Novi nog niet gebeurd, bij de provinciale omgevingsvisies ook nog niet. Dus wat dat betreft komt ons product dan aan het eind van dit jaar goed op tijd om in die volgende versies van die omgevingsvisies een plaats te krijgen. En heeft Carolien Geuwels er ook iets aan deze 4 kaarten bij de keukentafelgesprekken?
Ook op lokaal niveau is het heel goed om goed rekening te houden met allerlei onzekerheden. Hè. Even los van de waterpatronen, valt een economische groei hoog uit of laag uit? Dat kan ontzettend veel uitmaken. Hè. Om even een hele oude koe uit de sloot te halen. Er was ooit een visie Randstad 2040. En die was gemaakt in een tijd van een hele hoge economische groei. Het ging uit van heel veel woningen die in de Randstad gebouwd zouden moeten worden. Maar de inkt was nog niet droog of de economische groei klapte in en de nota kon gelijk in de prullenbak. Omdat ze niet met die onzekerheid rekening hebben gehouden. Dus ook aan de keukentafel is het goed om te kijken wat echt robuuste maatregelen zijn en goed op die onzekerheden in te spelen. Nou, dank jullie wel. Ik kijk zelf persoonlijk enorm uit naar het eindproduct. En ik wens jullie heel veel succes met het proces hiervan. Mochten mensen willen meedoen of hun opmerkingen willen ingeven, wil ik toch oproepen om je bij ons te melden. Er gaan zoveel zinnige opmerkingen nu rond in de chat. Mocht je willen kijken in onze keuken of meekijken of mee willen doen, laat het ons weten. Daarvoor staan we zeker open. En met die slotopmerking wat betreft jullie werk over de ruimtelijke verkenningen wil ik graag het laatste woord geven aan Hans Momma's. Hans, wat valt je op in wat je gezien hebt van David en Rienk op dit moment en hun teams? Nou, het speelt ook door mijn hoofd. Ik zie Hans wel praten, maar ik hoor hem niet. Oh, dat ligt aan mezelf, sorry. Oh, ja. Oké. Okay. Je bent er wel. Ik schrok me al, God. Geen probleem. Ik moest ook denken aan de vraag die jij stelde. Jij stelde hem al. Wat is de doorwerking van deze scenario's? Hè? En je zult natuurlijk ook zien dat ook wanneer het gaat over de keukentafelgesprekken, daar ligt natuurlijk niet alleen het gesprek over welke stakeholders hebben welk belang en wie kan wat oppakken en zo. Maar daar ligt ook natuurlijk ook een zoektocht naar een narratief over een regio. En wat dan past in het narratief aan initiatieven en wat niet. En deze scenario's kunnen natuurlijk ontzettend helpen in de zoektocht naar het narratief. Van gebieden. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk, is Nederland geen optelsom alleen maar van decentrale initiatieven. We vinden ook iets van de nationale raamkwaliteit. En juist ook van dat nationale debat kunnen deze scenario's een veelbetekenende rol spelen. Hoe gaan we nou al die opgaves, die natuurlijk sectoraal allemaal heel logisch klinken, hoe gaan we die nou samenbrengen tot een nationale agenda? En ook in het verkennen van die nationale agenda kunnen natuurlijk de verschillende waardesystemen die onder die scenario's zitten een behoorlijke rol spelen in het met elkaar verkennen van de verschillende narratieven. Wat voor soort van Nederland willen we nou eigenlijk hebben? En wat voor soort van landschappelijke kwaliteit past daarbij? Om dat ook mee te nemen in de infinity loops die als het ware ook het gesprek voeden aan de keukentafels in de regio. Ja, ik denk dat dat mooie slotwoorden zijn. En dan ga ik ook echt afronden voor 5 uur. Ik parafraseer daarbij op Carolien Gerels wat wij willen gaan we doen. En dat gaan we dit jaar doen. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor hun aandacht tijdens dit webinar. Ik vond het ook ontzettend fijn dat we dit als webinar hebben gedaan. Omdat het de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn dan de meeste hoger maakt. Ik zag wat ex-collega's die slechter been zijn of slecht zicht hebben in de lijst staan van deelnemers. Dus nou, een hele mooie vorm om dit met elkaar te delen. Nogmaals de oproep, wil je hier op wat voor manier dan ook betrokken bij blijven, meld je bij ons aan. En ik denk dat de belofte die ik kan doen, maar ik kijk even rond in de zaal waarin ik zit met de projectleiders en de leiders van dit webinar, dat wij de chat in ieder geval even gaan weergeven en beantwoorden en de belangrijkste punten uit de chat gaan gebruiken en dat we even laten zien hoe we dat gaan doen. Ik wens iedereen een fijne dag en een fijne avond. Een behouden thuiskomst voor de mensen hier in B30 en voor iedereen die van thuis heeft gekeken of elders. Ontzettend bedankt en tot een volgende keer. En een applaus voor de enorme inzet en voorbereiding van de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.